Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Rutte heeft gelogen. Opnieuw. Ik heb het niet over Omtzigt gehad, zei hij. Maar dat was wel zo. Hij zegt, sorry, ik was het vergeten. Het is ook niet de eerste keer. En wat vinden wij daarvan? Want er is nogal wat voorbijgekomen de afgelopen jaren. Rutte had geen herinnering aan de memo over de afschaffing van de dividendbelasting. Hij had geen actieve herinnering aan het feit geïnformeerd te zijn over het bombardement op Hawija. Hij had geen herinnering aan het spreken over groepsimmuniteit in het begin van de coronacrisis. Of, nou ja, de coronasituatie is eigenlijk een beter term, want het is natuurlijk helemaal geen crisis. Geen herinnering aan het bedrag van de omstreden Teven-deal. Dat werd achtergehouden. Hij had geen herinnering aan het wanneer van zijn gesprek met Halbe Zijlstra over de dacha van Poetin. En nu heeft hij geen herinnering aan het feit dat hij met de verkenners heeft gesproken over Omtzigt. Er zijn twee mogelijkheden. Of de heer Rutte leidt aan ernstig geheugenverlies, wat hem volstrekt dysfunctioneel maakt, of hij is een pathologisch leugenaar. In beide gevallen is hij volstrekt ongeschikt als premier. Ongeloofwaardig. Ja, ook als leider van een grote politieke partij. Want deze doofpotpolitiek heeft gemaakt dat onder 10 jaar Rutte de Tweede Kamer steeds meer buitenspel is komen te staan. Steeds minder informatie krijgen we tot onze beschikking. Steeds meer worden we half voorgelicht of met taalspelletjes. Memo, nou het was geen memo, maar een nota, allemaal dat soort dingen. En ook nu weer, via heeft Rutte iets gehoord, maar hij wilde hem niet zeggen wie. Maar als we naar de tijdstip kijken waarop hij geïnformeerd is, en we hebben inmiddels de brief ontvangen, daar hebben we om gevraagd natuurlijk tijdens dit debat, dan is opnieuw volstrekt onduidelijk hoe die informatielijnen lopen. En dat is onacceptabel. Dat moeten wij niet accepteren in een democratie die zichzelf voor vol wil aanzien. Al 4 jaar spreek ik hier van partijkartel. Ik weet nog goed dat Klaas Dijkhoff zei, ja, meneer Baudet wil steeds over partijkartel hebben, maar we praten hier niet over dingen die niet in het echt bestaan. Ik weet nog hoe de media schamperden over kartel. Maar dankzij de onvoorzichtigheid van Ollongren, en misschien moeten we haar daar ergens ook wel inderdaad dankbaar voor zijn, heeft heel Nederland nu gezien wat wij al die tijd probeerden aan te duiden met die term. Er is een partijkartel. Er zijn concties achter de schermen van de gevestigde machtspartijen die beslissen over de baantjes van mensen die moeten worden beloond of weggepromoveerd. En dan weigert Rutte nu dus alsnog prijs te geven hoe hij eerder dan de andere lijsttrekkers alsnog heeft gehoord dat hij dan toch de naam van Omtzigt zou hebben genoemd, als hij dat dan inderdaad zou zijn vergeten, wat natuurlijk niemand gelooft. Hij heeft kortom een heel systeem, een web van leugens, en achter de ene deur is weer een andere deur, en dan is weer een deur die dan geen deur lijkt te zijn, en dat is eigenlijk een spiegel, dus een soort spiegelpaleis van leugens en naar elkaar terugverwijzende bronnen en verhalen. De Rutte-doctrine heet het inmiddels. En ik denk dat de Kamer voor een cruciaal moment staat nu. Gaan wij dit accepteren, opnieuw met een kluitje in het riet te worden gestuurd, of gaan we onze tanden laten zien? Als dat niet gebeurt, dan is de democratie hier in Den Haag officieel stuk. Mensen denken hier namelijk niet werkelijk democratisch. Ze denken niet in termen van 150 mensen die de bevolking moeten vertegenwoordigen, die een onafhankelijke stem hebben, een onafhankelijke wil en die daar tegenover het kabinet mee staan. Nee, het is een soort woekerfunctie van de coalitie waarin regeerakkoorden eigenlijk alles staat en wat er niet in staat wordt achter de schermen dichtgemetseld en dan is wat hier gebeurt pro forma. Dat is ook wat ik al 4 jaar aan de kaak probeer te stellen. De macht hoort niet aan de politici, die hoort bij de bevolking. En de politici vertegenwoordigen dat. Dus ook als Rutte na vandaag vertrekt, dan moeten we constateren dat die betonrot in ons systeem veel dieper is dan alleen één persoon of één kabinet. De manier van doen die we hebben gezien vandaag, met het achterhouden van informatie, de Kamer een beetje half informeren, met dan weer niet antwoorden op vragen of half antwoorden op vragen, die manier van doen is helaas de standaard. Het kartel stort voor onze ogen in elkaar. Het politieke systeem is aan het einde van haar Latijn. Een nieuw kabinet moet daarom werk maken van het veranderen van de manier waarop we in Nederland politiek bedrijven. Werk maken van het teruggeven van de macht aan de bevolking.
En dus niet die macht verder uitkleden, zoals in de afgelopen 10 jaar systematisch is gebeurd. En toen Ollongren zelf zo schandelijk het referendum afschafte. De eerste daad van dit kabinet. Ieder nieuw kabinet wat nu gevormd gaat worden, heeft de plicht om het bindend referendum opnieuw in te voeren. Om volledige transparantie te geven over de belangen op basis waarvan het beleid wordt gemaakt. En ieder nieuw kabinet, wat er ook maar gevormd wordt, heeft dus de opdracht om het kartel te ontmantelen. En dat moet, vrees ik, zonder Mark Rutte. Dank u wel. Dank u wel, meneer Boende. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Ouwehand. Namens de partij.